Riven Knol, de baby van Enzo en Miron, groeit zo snel dat hij klaar is voor de volgende stap. Riven is inmiddels 5 maanden oud en is in korte tijd al veel op avontuur gegaan met zijn mama Miron en papa Enzo. Al die avonturen kosten veel energie en daarvoor heeft het gezinnetje genoeg nachtrust nodig. Toch deelden Enzo en Miron onlangs in de vlog dat ze de laatste tijd ontzettend slecht slapen. De kleine man, oftewel baby Riven, slaapt in zijn eigen wieg. Maar het liefst slaapt hij bij zijn ouders in de co-sleeper. En dat laat Riven dan ook merken. De hele nacht door hield Riven zijn ouders wakker met zijn geluidjes. Maar zodra Enzo of Miron Riven oppakte, was hij stil. Vandaar dat de dagen voor Enzo en Miron met heftig slaaptekort af en toe erg zwaar zijn. Ook kreeg Miron daarbij nog een ontstoken oog en vroeg om hulp aan haar TikTok-volgers. Momenteel is het gezinnetje in Assen, waar Riven zijn volgende grote stap aan het zetten is. Sinds kort kan het gezinnetje, nu de verbouwingen klaar zijn, rustig verblijven in hun penthouse in Assen. En Riven doet het hartstikke goed en groeit super snel. Baby's van 0 tot 1 jaar kunnen tot wel 2 centimeter per maand groeien. Wat betekent dat Riven momenteel uit zijn wieg aan het groeien is. Miron deelde op haar story dat Riven in Assen altijd in de wieg bij hen op de kamer slaapt. Maar dat hij die nacht voor het eerst in een campingbedje heeft geslapen. Omdat hij simpelweg te groot aan het worden is voor de wieg. Ook in Assen heeft Riven af en toe veel praatjes in de nacht. Maar daar heeft Miron een oplossing voor. Als ze niet meer kan slapen, staat ze vroeg op om een ochtendwandeling te maken met de zonsopkomst. Ondanks dat het slaaptekort het af en toe wat zwaar maakt voor Enzo en Miron, zijn ze nog steeds tot over hun oren verliefd op hun kleine Riven. En de eerste stapjes komen steeds dichterbij. De meeste baby's zetten namelijk hun eerste stapjes wanneer ze tussen de 9 en 12 maanden oud zijn. Wij wensen Enzo, Miron en natuurlijk Riven veel plezier op hun komende avonturen.